En wat vind je nou dat je die oshaaspuntjes hier niet meer kan eten? Nou, dat vind ik heel irritant. Verdomme mensen, jullie moeten lid worden van Poonet. Het is ontzettend belangrijk dat Poonet er is. Lid worden, het kan voor vrij weinig. 5,72. Geen geld. Potverdomme, doe het. Yeah, let's go. Ik reken op jullie. Ja, we zijn hier vandaag bij restaurant Seffi en die moest helaas sluiten omdat dat restaurant op een golfterrein lag en alle kantines moeten dicht. Maar of Seffi een kantine is, ja, dat vragen de mensen op deze golfbanen zich hier wel af. Kijk eens aan, een lekker balletje hoor. Hij moest erin. De kantines moeten sluiten in Nederland, zo ook dit restaurant hier. Ja, daar ben ik het totaal niet mee eens. Want ik noem dit geen kantine. Dus gewoon het eten en de service is daar gewoon veel te goed voor. Ik kan het gewoon een restaurant noemen. Compleet belachelijk. Want er is geen sportkantine in Nederland waar je zo goed kunt eten als hier. Het is gewoon een restaurant met daaromheen een golfbaan. Jij hebt je restaurant moeten sluiten. Ja, klopt ja. We kregen een telefoontje afgelopen donderdag tot we ineens abrupt dicht moesten. En we zijn ineens gebombardeerd tot een kantine. Hoe ziet jouw kantine eruit? Nou, we hebben denk ik een compleet restaurant. En er komen heel veel mensen ook gewoon buiten het golven komen ze ook gewoon normaal eten hier. En mensen die golfcentrum Seffi kunnen, die weten wel wat voor kwaliteit eten we geven en wat voor soort bedieningen er staat. Het is gewoon een hele professionele tent. Hè? Dat heeft meneer Bravenboer je vermoedelijk al uitgelegd. Dus die doet daar erg zijn best voor en dat gaat ook heel goed. En wat vind je nou dat je die oshaaspuntjes hier niet meer kan eten? Nou, dat vind ik heel irritant. Ja, we staan hier in restaurant Seffi. En dit restaurant is eigenlijk gebrandmerkt als kantine. Ja, nou kijk, ik zou zeggen, kijk om je heen. Het lijkt niet erg op een kantine. Het is eigenlijk een mooi restaurant waar alle coronamaatregelen gewoon echt goed nageleefd kunnen worden. Die worden ook nageleefd, zelfs het dak kan hier open. En het is voor ons onbegrijpelijk als leefbaar dat dit restaurant dicht moet. Ja, je hebt twee airconditionings, ofwel klimaatsystemen. En je hebt ook nog een nieuwe filter aangeschaft van duizenden euro's, ja, denk ik. Om het zo veilig mogelijk te maken en te laten circuleren. En, alleen ja, de veiligheidsdienst die zegt gewoon, je moet gewoon sluiten. In de hele regio, zover wij weten, zijn vele vergelijkbare zaken gewoon open. Alleen deze heeft toevallig dan van de veiligheidsregio een brief gekregen dat ze onmiddellijk moeten sluiten omdat het een sportkantine is. Nou, nogmaals, belachelijk. Maar waar het ons om gaat, wij vinden als Leefbaar Rotterdam ook belangrijk dat die coronamaatregelen worden nageleefd. Maar er moet geen sprake zijn van willekeur. We willen ook gewoon dat ondernemers kunnen blijven ondernemen als ze dat gewoon veilig kunnen doen. Punt. De meeste golfkantines laten ze ook gewoon open en wordt niks over gezegd. Maar deze is uit totale willekeur. Ja, heeft hij toch moeten sluiten? Al betalen zeker weer. We hopen tot ze even gaan bekijken of het toch anders kan. Want als je willekeur hebt en de ene wordt wel gesloten en de andere wordt niet gesloten, dan zou het ook andersom kunnen, denk ik. Nou ja, laten we dan maar een potje gaan golven. Als ik verlies, dan lijn ik even iemand van Leefbaar Rotterdam op en weet ik het wat allemaal. En als ik niet verlies, laat ik jullie lekker aan je lot over. Even kijken. Op. Ah. Verloren.